Hallo. Goeiedag. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we hebben hier al de vloer gisteren een beetje vrijgemaakt. Ja, want de koepel is onderweg. Die is waarschijnlijk over een kwartiertje. Dus ik wil even mijn spul aan het schoonmaken hier. Ja, dat is de aandrijving van de koepel. Die laat het draaien. Dirk is ondertussen ook iets moois aan het maken. Hij heeft het direct voor de draadeinde van niet. Bouwpakket van een tank, een koepel dan toch? Ik zag je staan, dus maar helemaal goed gekomen. Kijk aan! Een tankbouwpakket. Ja. Mooi hoor. Ja, super. Laten we het eraf gaan haaien. Ja, dan. Nou, daar hebben ze echt naar de rand nog een keer iets opgelast gehad. Zak en klaar. Ja, dus, even erop gepoetseerd. Ja, super. Laten we het losgooien. Ik denk dat we ongeveer bij deze ook. Doorschuiven dadelijk en dan kunnen die losse bakken ervoor. Ja, dan zal ik een stukje naar voren toe naar achter toe halen nog. Ja, mooi. Ik zal gaan kijken om het bouwpakket te zien. Ja. Werkt het prima toch? Even het boutje aandraaien, ja. Dat is handig, hè? Ja. Als je ze andersom. Als je hem andersom oprolt met een haak naar de binnenkant en je gooit dan je rolletje ergens overheen, dan kan er wel eens autoramen kosten. Weet ik uit ervaring. Kom ben je ook? Ja, daar moet ik je andere haakje kletten. Nee, die bak kan er niet uit. Die moet er eerst uit, ja, die bak. De bak moet je toch hijsen.
Ja, maar ik wou zeggen, we moeten straks toch ook met de heftruck even rijden, dus dan kunnen we die er ook afscheppen. Ja, ja, die bakjes kunnen we als laatste. Ja, daarom, dan scheppen we die denk ik eraf, dat is het makkelijkst denk ik. Kijk hoe dat die. Die kunnen we wel voorleggen, maar dan dat is ook maar die smal. We hebben daar een drinje, hè? Ja, maar die is niet de goede maat. Ja, oprecht. Zie je, dat is wel hoog hoor. Zie je dat? Maar even van zijn plek. Ja. Dat is een super cool ding. Kuiven. Ja, lijkt het. Oh, we hebben spanbanden, liggen nog van. Je moet ook rekening houden dat je misschien wat kan schuiven op de vinger. Wacht eens even. Ik weet iets. De pompwagen. We kunnen de pompwagen wel, zeg maar, met zijn achterhoeltje daar zetten, met bovenhoeltje daar. Dan kun je wel iets opknikken, kun je wel deze kant op halen. Ja, dat blokhout ertussen, ja, die blokhout eronder. Dat kan hij wel. Kijk, zie je? Daarin. Ja, liever niet. Eigenlijk wil ik hem daar. Dat is perfect, dan rijden met je wieltjes er naartoe. Ja, nee, want dan moet je met die wielen als eerste meteen omhoog. Dat werkt niet. Dan meet je zo in de schoen rijden. Zo. En nou kunnen we hem, dan moeten we zo ver mogelijk duwen met zijn zwenkwielen tot hij daar staat. Ja, dan kunnen we hem zeg maar tot hier rijden. Dan kunnen we hem een keer neerzetten. Dan kunnen we hem een keer bezetten. Ja, dat is even een beetje plooien, maar dat gaat wel. Dan ja, laten we hem duwen. Ja, hier. Schuif hem nou op, maar dat is niet erg. Dat hoeft niet eens, denk ik. Jawel. Ja. Ik denk dat hij dit al niet kunnen, die pompwagen. Hij is hier los. Ja, ze kunnen hem uitduwen. Ja? Ja.
komt hij hoor, hij gaat alles top ineens. Oh nee, ik snap het al joh. Er komt een balletje hier. Dit karretje is niet echt vrij. Wel, ja toch wel. Doet hij het al? Ja, nee, dit wel. Dan rolt hij hier weer in de kop dadelijk. Hoe is dit in? Dat is goed, hè? Ja, nou is het weer klem. Ja, hij kan ertussen, maar niet met hout. Oh ja, kijk hier, dat is het. Ik moet zelfs een stuk doorrijden nu. Ja, hij is goed, hij is goed bijna. Ja, kijk hier. Deze rijdt alleen niet mee. Nee, nou moeten we gewoon duwen met z'n... Ja, dat komt niet, daar staat het gewoon niet op. Nee. Nee. Ja, maar dat is dan goed hoor, dan kunnen we de hefdruk erachter zetten. Ja, let op. Dan doet hij het dadelijk weer. Ik dacht met de hand gewoon douwen nou, toch? Ja, of met de heftruck, dat kan ook. Met de heftruck hier tegen de balkje. Ja, dat gaat. Even moet douwen. Ja, dat is goed. Maar gaat in de hand denk ik ook al hoor.
dat is goeie. Ja, nou kunnen we echt misschien zelfs gelijk op. Nee, daar rijden we niet. Dan moeten we zo, denk ik. Zolang die rond blijft staan is het goed toch? Zo. Oké? Ja. Kijk. Het is toch van de open. Gewoon moeten doen terwijl we aan het rijden zijn. Ja? Ja, dat gaat goed. Ja. Ja, oh, ik zit net met een stoeltje daar. Boom, kijkers. Dat is goed, dan gaan we nog verder. Ik ga met de kraan pakken, maar we moeten toch met de kraan pakken. Ja, ja. Kan je de kraan pakken? Ja, dan kunnen we die dit nu nog eruit zijn. Oh, ja, maar dat kan ook met een trick. Een polstrick of zo. En niet goed. Nee, kan wel toch? Ja, dat weet ik niet hoor, hij moet nou wel hoog hoor. Ja, maar we kunnen hem op blokken zetten. Ik denk dat we laten hem dan nog een beetje verder houden. Ja. Ja, hij komt wel. Jawel. Hij wil daar het helmpje op rijden, maar dat kan hij natuurlijk niet. Nee, maar... We kunnen hem ook gewoon zo gaan laten staan, hoor. Je mag ook op het buisje zetten. Zet een handje erop, hè? Ja. Oh, ja, dat kan ook. Ik dacht gewoon wel aan die ijsogen. Dan pakt hij hem een beetje stabiel. Met zo'n hoog kant in. Nee, dat is ook waar. Ik kan het proberen hoor. Misschien lukt hij het wel. Kijk hoe hoog het kan. Ja? Oh ja? Ja, die en die. Ja, ja. Maar ik denk dat dit hier... Ja. Ik denk dat we die zal wel houden. Nee, dit is hem al. Maar hier kunnen we wel mee. Ja, dit gaat wel zo. Maar aan één kant, dit tilt hij makkelijk. Hier, dit is er al. Dan krijg je alleen die er hier onderuit zo. Nee, die balk. Die balk zit daar weer. Nou, ik kan er nog meer op tillen hoor. Top hoor. Ja, maar... Ja? Veel meer. Ja, hier deze zitten. Kan weg. Ja, deze ook. Je kunt toch gewoon op die balk deze zetten. Deze kan eruit trekken. Ja, dat is niet erg. Ja, we kunnen eventueel deze balk hier ertussen leggen. Ja, dan is het perfect. Zo. Nou, zet hem neer. Oh, wacht even hoor, dat hij doet. Oh. Ja, dan haalt hij hem weg. Dat is niet goed. Nou staat hij alleen hier op de ring. Nee. Maar nu, de andere kant. Ja, de kaan. Dat scheelt, hè? Meestal gewicht zit aan de voorkant. Kom maar niet te ver kan. Nee, kijk maar, hij komt al los, hè? Ja. Ja, het is een spannende operatie, hoor. Zie je dat? Die schuieren ten opzichte van de frame. Ja, ja, dat zag ik net al. Ja. Ja. Mag het snel zakken, ja. Ja, ik ga alleen maar horen. Ja, dan moet je... Nou, dat klinkt perfect. Ja. Nou, mooi. Eerst de achterkant kunnen doen. Ja. Dan had het misschien vrijer geweest. Ja, het zou vervelend zijn als je in één keer op de grond valt.
Gelijk al ons verf in aan de ballen. En een gat in de vloer en een straalkast plat. Maak hier het rijtje. Alles staat weer op zijn plek. Mooi man, laten we daar gelijk even kijken wat we allemaal weer teruggehaald hebben. Goed. Hey, houden we? Hey, bedankt. Ja, bedankt voor de hulp natuurlijk, hè? Ja. Met even assisteren en het ding binnen te sjouwen. Als we kunnen helpen, is meegenomen. Ja, top. Hey, dankjewel. Hou dan thuis. Jullie bedankt. Hey, doei. Dat was spannend, hè? Ja. Als je nou niet zo'n boze hond was, dan mag je gewoon los als er bezoek was. Maar je bent zo'n kwaai beestje. Nou, laten we vast eens even gaan kijken dan. Ja. Ja, dit is mooi. Ja, dat ruikt goed. Dat ruikt naar nieuwe verf. Ja. Netjes, hè? Mooi wit. Ons nieuwe plaatje. Ons plaatje, ja. Ook netjes. Kijk, dat zijn mensen. Je moet hem even langs twee kanten aflassen, dat plaatje. En dat is natuurlijk veel netter. Want kijk, ja, nou zie je dit randje. Maar dat was bij het originele plaatje ook zo. Want kijk, het ding wat erboven zit, die heb ik er zeg maar niet in gelast. En die is ook gewoon zo. Nee, die heb ik erin gelast. Heb jij deze erin gelast? Nee, grapje. Dat wou ik zeggen. Dat ding is helemaal niet aan gelast. Oh, kijk hier, man. Dit is origineel. Nee. Dit beugeltje, die heb jij ook gemaakt. Die heb jij er wel aan gelast. Hé. Hey. Oh. Ben ik dat geweest? Ik weet het niet. Zo, oh, wat een putten dat hierin zit. Moet je voelen, joh. Hij is ook nat. Dat is echt, dat is gewoon dat van het roest, hè. Ja, hier zie je de las. Kijk hier. Hier is de las en dan zie je hoeveel materiaal er weggeroest is. Maar hier is die wel mooiste dag. Eraf halen. Kijk dan toch eens even. Ja, wow. Hey, wist je dat hier nummers in stonden? Ja, dat had ik gezien. Echt? Ja, natuurlijk. Je hebt het ding helemaal schoongemaakt en zo. Zo. Toch een beetje straalpoep ingekomen. Dat maakt niet uit, schuren we gewoon op. Nou, het is voornamelijk. Zo, moet je kijken hoe dik die verf is, hè, die erop zit. Wat een laag dat het is. Hier. Ja, het blijft ook gewoon. Kijk hier, het blijft gewoon hangen. Ja. Gewoon sterk. Hier. Hier zo. Maar daar zie je ook het groen nog, ja. Ja, dat is de onderlaag. Daar zitten drie lagen verf op. Zo. Oh, dat zijn die slangetjes die we erop gedaan hebben. Ja, dat weet ik al. Ja, ik wou zeggen, er zit ook duct tape op. Ja, mooi. Deze. Ja, haaikjes. Op. Ja, ja. Altijd de schroefdraad, hè? Ja, die is even niet ingetimmerd, kan ik je vertellen. Ja, maar toch komt hij er wel uit. Kijk maar eens. Hier. Hoppatee. Ja, dat is goed gelukt.
schroefdraad is nog netjes. Oh. En? Ziet er goed uit, toch? Dat is gewoon super goed. Dat is een perfect geluid. Oké, laten we hem eruit pakken. Ja, 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 ja. Dan moeten we eerst deze eruit halen. Beetje verfgoed. Mm-hmm. Dat breekt er dan af, zo. Dat is ook... Ja, die ene rand is vertegen. Ja. Dat kan ook. Dat is toch vet. Je kan hem... Oké, deze eruit pakken. Waar leggen we dat ding neer? Met een paar houten balken of zo? Ja, zo hoeft het dan niet per se, toch? Ja, maar je kunt hem op geen één kant leggen zonder het ding beschadigd, hè? Maar de onderkant is helemaal getaped, hè? Ja, van die, maar deze moet er als in staan. Oh, die, ja, ja. Kijk. Ja. Ja. Wanneer? Zo op zijn kop leggen, denk ik. Kijk. Dat is goed. Er zit geen druipers op. Helemaal niks, nee. Sowieso niet, want dat ding ook hebben. Nee, ziet er echt goed uit. Ja, nu deze eruit, hijsje. Kunnen hier helemaal mee naar voren rijden eventueel? Dat zat ik te denken. Ik denk dat we daar plek moeten gaan maken waar we die dingen gaan assembleren allemaal. Ja, dat hoeft nog niet per se gelijk. Nou ja, ik wou net zeggen, als we die hatches al in elkaar zetten, dan kunnen we die wel gewoon op een pallet in het magazijn zetten zelf. Hey, dat is wit. Oh. Dat hebben ze net gedaan. Dat heb ik afgeplakt ook. Oh, dat heb jij nog even gedaan. Ja, ik heb het. Kijk, dan heb ik de binnenkant daar nog wit. Ja, dan moeten we toch nog een beetje wit kwasten. Dit is grondverf, denk ik. Het huh? Is grondverf. Ja, dit is grondverf. We hebben geen verf meer gekregen. Jawel. Die hebben we terug gehad. Zat er nog over dan? Ja, zeker. Zo. Dat kunnen we best wel op één plek doen, denk ik. Anders moeten we alles gaan vegen dadelijk. Is hier nog een plakband? Nee, hè? Ja, een stukje daar. Nou, hier zit nog een poepje. Nou ja. Even een bezetje, dan kunnen we er tegenaan borstelen en dan... Je mag kan ook naar hier toe rijden, hè? Oh nee, ik ga niet met een lamp natuurlijk. Nee. Dat is borstel. Waar wil je dingen gaan assembleren? We hebben hier wel plek. Hiervoor. Ja, maar we moeten denk ik eerst gewoon die ring even afmaken. Ja, dat maakt niet veel uit, want die dingen kunnen we wel assembleren, maar die zetten we er toch nog niet op. Ja, dat is, maar dan is die wel uit de weg en dan hebben we veel meer plek. Ja, dat wel, dat wel. Maar die ring moet naar buiten. Ja, dus dan kunnen we die ring toch oppakken en vast daar neerzetten. Dat klopt, dus als we hem nou hier neerleggen, en we gaan dan graven dan volgens de ring naar daar. Ja, maar dan moeten we eerst deze ook weg pakken, waar zit die neer? Ja, dat ding staat nog steeds op de nominatie om verder af te werken eigenlijk, maar dat is iets wat er niet echt van komt. Sowieso, die dingen hoeven niet te kralen. Maar als deze, want hier zit helemaal niet zoveel in, hè. Hier liggen gewoon alleen die hatchringen liggen hierin. Dan kunnen we nu en de luiken liggen erin. En dan hiervoor die... Maar kunnen ze toch gelijk in elkaar leggen ook? Ja, dan gewoon dat we meteen monteren. Dat we ze nu zeg maar daar gewoon één voor één monteren. Ja. Dan we gewoon stukken van één hatch eruit pakken, die monteren. En dan, ja, dat is misschien nog het beste idee. Dan hoeven we niet alles op een plekje uit te stallen, blokjes hout en oppassen dat het kapot gaat. Nee, dan kunnen we maar. Ik hoop dat we alles van één ding in één keer eruit kunnen pakken. Dat is waarschijnlijk. Ja, maar want we kunnen die en die pakken. Dan hebben we sowieso al twee dingen. Ja, ja. Deze, ja, die hoort bij het ding wat daar ligt. Dat klopt, want die daaronder, deze, dat is die halve. Deze met dit. En daar hoort dit schelpje bij. Deze. Ja, en deze kunnen we zelf zetten. En die mag eigenlijk gelijk gewoon naar het magazijn, want die hebben we echt voorlopig niet nodig. Ja, die hebben we echt pas nodig als het kanon er is. Dus dan kunnen we er even een pelletje erbij. Hop, ding erop. Kunnen ze ook zo gewoon ook een pelletje maken. Dat klopt. Dan kan deze bak naar buiten en dan hebben we alweer meer plek. Ja, dat had ik ook te denken dus. Ja jongen, die zelf op. Zo? Op de goede kant of dezelfde verkeerde kant. De verkeerde gaan. Ja, dat komt goed. Dan leg ik een beetje meer naar die kant. Wacht even, dan moet ik een beetje meer naar hier doen nog. Daar wel. Oh. Dan kan er iets van hier leggen toch? Zo. Ja, die kant wel. Zo. Kijk, dan is die daar ook. Ja, ja. Ah, joh.
Perfect. Perfect, want je had niet eens gehoeven. Nee joh. Omhoog. Laten we dat doen. Als we nog één zo'n bandje hebben, die hebben we ook. Ja, dat is een feestje en hier is een bandje. Andere nog bij aan. Ja, die zijn lang genoeg. Trapje. Ja, jij denkt altijd die lang genoeg is zeker. Ja, ze heeft er ook nooit problemen mee. Nee, deze. Oh, zo wil je dit. Ja, dat kan wel. Ja, ja, nou zijn we goed. En nu gaat hij zweven. Vlak in kallen. Ja, hierop staat hij nog te wachten. Die moeten er nog ingezet worden. Die hebben we nog mooi gemaakt gehad. We staan er van dus vervolg aan dicht te maken. Wow, ja, nee, maar als we nou gewoon even een beetje hier naartoe rijden, kunnen we dit ding toch optillen met tweeën? Deze is niet zwaar, rijden voor en daar. Wat wil je nou? Nou, wacht. Oh, wij onze banden naar de ballen. Ja, dat... Nou, ik vind het. Ja, jij bent niet zo sterk. Ja, ik vind wel vis. Meer water dan vis. Oh, dat ik wel een bout. Nou, dat is een mooie hula hoop. Dan mag jij hiermee hula hoopen. Ik hou niet van hula hoopen, dat kan ook helemaal niet. Nee, dat moet je kunnen. Ja, daarom kan dat. Oh. Ja. Even kijken. Kan je niet gezien met dat? Nou, ik heb het eerst. Ja, zo moet je optillen gewoon. Je kunt er gewoon onder een beetje onder. Ja, dat kan ook. Zo, ja. Nou, zakjes erin. Nou, laten we zakken. Bye. Niet met je vingers ertussen daar. Ik heb niet mijn vingers ertussen. Ja. Een beetje meer zo omzetten dat hij zo. Ja. Dat is helemaal goed, dit. Ah. Oeh. Ja, schuif je gewoon even weg. Fantastisch is dit. Zullen we hem even anders zetten, want dit is niet goed. Nee, maar dan kunnen we nou beter dat ding even gewoon tegen de kant zetten. Dan hou ik hem hier vast. Deze gewoon even. Ja, maar ik heb ze hier vast. Als je last maakt, kan transporteren, moet je het doen. Ja. Hij kan nog verder. Ja, dit is echt. Ja. Ja, dit is al best goed. Ik wil kunnen dadelijk een tweeën nog oplaken als voor een stukje. Kijk, deze twee oplijsten zeker die dingen van jou? Ja, gewoon dat. Gewoon dat zo. Zo. Ja? Ja. Fijn. Kijk, de zaaier. Wat voor je tenen. Ja, ik ga gewoon naar beneden gaan. Pas op voor je vingers daar, dat vind ik niet veel spannender. Nou, het is net niet, maar we kunnen wel best wel opschuiven. Ja, maar wel ook gewoon echt met je vingers oppassen tussen die twee ringen, want ja. Kun je hem niet hoger? Nou, je moet hem oppakken. Ah, oh, nou, laat hem zakken dan, dan kan ik ze wel met twee tenen. Lukt dat niet? Nou, ik weet niet. Tel eens, als er eentje... Ja, daarom ik dacht van je doet hem dubbel, je doet ze ja, met twee. Ja, maar ik kan hem toch gewoon omschuiven zo. Kijk, doen we dat. Ja. Nog een beetje. Zo, en dan deze even goed zitten zo. Ja, en nu denk ik, ga ik even vast met iets. Ja. Ja, dat staat wel. Ik heb alleen die ene kant. Nou, dit herhaal ik. Dank maar. Oh, ja wacht, je hebt, die andere heb je nou niet. Inderdaad, dan gaat hij draaien. Nou, ik denk dat het dan wel. Nou valt het al niet meer hoor. Nee, dat niet, maar het is... Dit is los hier. Ja. Ja, en in principe, als we hier daar onze spulletjes hebben liggen... Dan is het volgende, is die ringen gewoon naar daar toe hijsen ook. Ja. Want die moeten buiten hebben, want we willen dit ontroesten willen we buiten doen. Ja, en eigenlijk moet het gewoon droog zijn, want we kunnen dat gewoon doen. Dat is helemaal niet... Nee, rol, maar dan moeten die spullen toch eerst weg, want anders kan het niet. Hey, Wout. Wat is die? Die? Ja, de kaart denk ik niet hoor, die. Moeten we eens deze. Ja, dat denk ik. Hey. Ja, dit gaat pijn doen. Ja, dat wordt een beetje krasjes denk ik. Ja, je moet gewoon hijsen. Ja. Zitten in elkaar. Nee, oh wacht.
Jawel, je kent niet anders. Nee, hij moet er hier eerst even tussenuit. Ja. Alles zo. Hij tilt deze ook op, hè? Dit hangt hier recht als een puzzel in elkaar. Ja, ja. We kunnen deze pakken. Recht zetten, zo, en nou deze eruit trekken. Net. Maar die, volgens mij moet je dan toch als eerste deze pakken. Ja, daar waren we eigenlijk ook al mee bezig. Ja. Dit gaat goed. Kijk, en dan moeten we dadelijk deze pakken. Het is een puzzeltje. Maar dat hebben we in de kleuterklas al geleerd. Niet alleen de kogelbaan. Ja, ik ook wel, hè. Wat gaat er? Ja, misschien moet het wel hier lijken worden, op dit stuk. Er komt er veel meer aan natuurlijk, hè. Maar het stopt eigenlijk. Nee. Ja, daar hè. De beschadigde unit. Ja, dan wacht, hou ik hem wel even vast. Oh, daar is ook kant op. Nee, maar dit is toch wel. Maar dat is wel ook wel de vrije. Fijn. Ja, dat gaat. Nu, hij is vast. Hier dan. Echt, je moet de kerstboom ernaast zetten. En dan krijg je een soort fantasie. Oh, dit zijn met een tape, ja. Hey. Maar hebben ze dit met de witte kwast gedaan? Of is dit ook die grondverf? Dit is grondverf. Maar dit kunnen wij straks zelf nog bij kwasten als die erin zit. Maar ik denk dat het wel mooi is, maar wel witte kwast. Ja. Ja. Lekker man. Lekker man, ja, mijn droom. Ja. Zo. Ja. Wat voor vingers. Ja. 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 Er is een lekker steun aan, hè, die kant. Ja. 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 Wit, hè. Weet je wel. Het gaat niet goed, wacht even. Hij moet wel op de hoge. Ja. Ja, zak maar. Ja, mooi. Hé, hey, hou je klep. Klep. Kleppen, kleppen, kleppen. Oh jee. Oh ja. Werp meer dan. Ja, ja. Ja. Gewoon deze wegpakken. Ja, even deze wegpakken. Maar we kunnen deze gewoon even. Als we die naar daar toe brengen ook al. Ja, die kunnen gewoon tillen. Ja. En dan kunnen we die bak naar hier toe trekken. Dan staat die bak klaar naar buiten. Heb je iets om hem op te leggen daar? Ja, een plankje denk ik. Ligt dat daar? Ja, dat gaat wel. Oké. Okay. Anders ligt er wel een grondplank op. Ja. Ja. Right. Nou, die is het niet. Ik ga het niet aanpakken, die taak was wel gewoon warm. Voor een kleine pellet. Die moest je wel hebben. Zo. Ja? Ja, wanneer? Wel afhalen. Ja, maar dan zit dat er over 10 jaar nog op. Ja, nou. Ja, als je het kijkt, dan straks het nummer af zonder dat er helemaal lijm achter blijft. Dit moet zwart. Het is vuil op de lens, jongen. Oh, waar? Ja. Ja, daar. Oh ja. Je ziet dat op camera niet, hè? Nee. Nee, dat weet ik. Ja, dat kan wel zijn dat je hem op een vlek straks ziet op het scherm, hoor. Oh jee, hij ademt even helemaal vol. Grote vet. Dat is eigen, jongen. Ja, hij corona had hem gewoon even onder, die lens. Hij komt er niet af. Nou, dan blijft hij daar maar even lekker in de hoek zitten. Dit is een leuk ding, jongen. Deze kunnen gewoon al meteen op gaan schroeven weer, erbovenop. Ja, dat is wel, ja. Dat is wel van de dingen, die kunnen gewoon meteen... Deze dingen hebben we wel nodig.
nodig? Of was dit zwart? We hebben het allemaal nodig uiteindelijk. Was dit groen of zwart? Het is groen volgens mij. Ja, die moeten we dus wel groen maken. Ja. Ja, want er hangt hier die grote bommen neer hangt erin. Oh, trouwens, we moeten toch maar groen spuiten hier. Want we hebben een heleboel van die rommel die erin hangt. Van die, dat is die omvormer. Ja, dat moet allemaal verven, want dat moet uit elkaar allemaal, hè. Ik heb zitten kijken, die omvormer, dat is echt gewoon een elektromotor en generator. Ja, maar dat deze vroeger echt, hè. Dat was een gebruikelijke methode. Ja, dat is echt... Want dat is om van gelijkspanning wisselspanning te maken. Ja. Die draait dan op 50 hertz, denk ik. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar ik vraag me af waarom ze dan wisselspanning nodig hebben. Ja, dat weet ik dus ook niet, maar ik denk dat dat voor die zoeklichten nodig is of zo. Er zit zeg maar daar onderaan de koepelring, daar hangt een soort van elektromotor met gelijke generator aan de andere kant tegenaan. En ja, dat is dus voor wisselspanning. Ja. Yeah. Heel apart. Maar het ziet er allemaal mooi uit en alles ligt weer binnen gelukkig, dus we kunnen gaan knutselen. Maar dat is niet meer voor vandaag, want we zijn ondertussen aangekomen bij het einde van deze vlog. Ik heb ook al de telefoon in mijn hand. Want we gaan even de comments bekijken natuurlijk. Yeah. Dat zijn de comments van vlog nummer 360. Oh ja, na de comments natuurlijk de Engelse samenvatting, hè? Summary. De summary, de English summary. Bart Geurts, die zegt... Hele soepele reclame voor Mulhaan. Maar dat verdienen ze ook, want ze hebben prachtig werk geleverd. Ja, dat hebben ze zeker. Het ziet er allemaal kei netjes uit. Drie lagen systeem verf erop. Dus het is... Ja, geweldig hè. Dat hadden we eigenlijk met onderstel ook zo moeten doen. Maar hoewel, het is ook wel interessant om hier zelf een keer te spuiten natuurlijk. Maar dit was wel, dit is wel een stuk vlotter gegaan. En het is ook meteen, het is ook wel mooier zeg maar. Je kan wel zien dat het wel door een professioneel spuiter gebeurd is. Ik heb geen druipers gevonden. En nee. Op de tank wel. In de tank, ja, op de tank heb ik ook wel een paar druipers gevonden. Ook aan de achterkant hangen er een paar. Maar... Dat was natuurlijk gewoon keurig ook toen ze het ding hadden buitgemaakt. Want ik geloof maar niet dat daar die legermeneer die het ding heeft ondergekwasteld met zijn bokkenpoot waarschijnlijk, dat die geen druipers heeft gemaakt. Dus dat is, het is natuurlijk ook wel een beetje authentiek dan weer. Hè? Ja. Ja. Maar dit is wel mooi. Dit is wel strak. Zeker, super. Splinter 5570. Oh ja, in het Nederland is het bekend als Pruisisch blauw. Je smeert het op een onderdeel, drukt twee onderdelen tegen elkaar en dan zie je de afdruk van de raakvlakken op het andere onderdeel. Ja, dat ging inderdaad over de Blue Steel Dye, de Engelse comment. En ik wist eigenlijk niet wat dat precies inhield. En toen waren we een beetje over aan het speculeren wat het kon zijn. Ik zei, ja, dat zal waarschijnlijk iets zijn om... te kijken waar de hoge delen in de tanden zitten of zo. Of misschien iets onderzoek naar poreus. Maar naderhand moet ik even zitten kijken. En dat is dus inderdaad om het beeld van de tandwielen eigenlijk de drukplekken te detecteren. En toen ik dat zag, toen herinnerde ik me ook weer iets wat in een handboek stond van Fort Granada. En dat was ook inderdaad het afstellen van de achterdifferentieel. Dat zag ik in de comments ook nog voorbij komen. En daar werd inderdaad een soort van lak op de tandwielen gedaan. En dan draaiden ze een keer een slag rond. En ja, dan zie je waar de lak eigenlijk volledig weggedrukt wordt. Hè? Dus waar het blanke staal weer zichtbaar wordt. Nou, dan weet je dat daar de drukplek zit, waar de verf blijft zitten. Ja, daar is dus duidelijk de speling. Nou, en dan wil je eigenlijk het beeld dat hij echt een beetje in het midden van de tand draagt. En niet helemaal aan de rand of zo. Dus dat is inderdaad voor het nauwkeurig afstellen van tandwiel overbrengen. Maar ja, dat is hier niet echt aan de orde, want het is natuurlijk een langzaam draaiend geval. Dus ja, hij knabbelt de hoge toppen er vanzelf een beetje af, denk ik. Of niet? Ja, hij creëert vanzelf de perfecte drukvlak. Ja. Ik bedoel, als hij een beetje scheef is, even wachten en hij is vanzelf weer recht. En dat is origineel niet anders geweest, want ik heb dat vet uit die aandrijving eruit geschept met mijn vingers. En toen had ik een paar keer, zeg maar, keurig stukken tand in mijn vinger zitten. Van die lelijke spelden en zo die eraf geknabbeld waren, want die bleven in de vet plakken. Dus, maar wel interessant, ja. Ik moet zeggen, ik heb er zelf nooit gedaan op zo'n manier tandwielen afstellen en zo. Maar ik heb het wel eens een keer in een handboek gezien. En, maar nooit, ik heb er geen ervaring mee. Ruud van Schijndel, die zegt... Hallo Milo, ik gebruik een iets kleinere kast van HBM, maar de werking is hetzelfde. Het is net als met schuurpapier, begint geweldig en wordt steeds slechter... Hoe beter je het werkstuk voorbereidt, hoe makkelijker het gaat.
Verf probeer ik er zoveel mogelijk af te steken. Op de duur krijg je toch wel een dingetje in je grit. Ik haal het er dan uit en leg dan in de kast een zeef. En via dat gaat het er weer in. Werkt prima. Ja, dan zeef je inderdaad de verontreiniging een beetje eruit uit je grit. Ja, op een gegeven moment is je grit ook gewoon tot versleten geslagen en dan heb je niks meer. Nee, inderdaad. Dus bij Mulan hadden ze daar een hele installatie die met de luchtstroom, de te klein geworden grit, wat te licht is geworden. Daar werd eruit geblazen als stof. Ja. En dan nog moesten ze het regelmatig vervangen. Ja, vingen ze het echt of vulden ze het aan? Want volgens mij werd het gewoon eruit aangevuld. Ja. Maar ze wisten wel, hij zei wel ongeveer 10, het ging 10 cyclussen mee, zeg maar. Want dat konden ze dan berekenen. Maar ja, aan de hand van hoeveel grit dat je bijvult en hoeveel dat je ongeveer erheen jaagt natuurlijk. Oké. De meeste stof gaat je afzuiger in. Op den duur zit hij zo vol. Dat je het gaat merken met stralen. Goed uitkloppen in de vuilzak. Maskertje opdoen. Ik koop altijd het grofste. Wordt toch rap kleiner het grit. Ja. Gasparel op aluminium of koper werkt ook grandioos. Moet je je werkstuk daarna eens over een staalborstel en een slijpmachine halen. Dan kan je je haar erin kammen. Als ik ga wisselen dan haal ik de aanzuigleiding los van het pistool. Zet de afzuiger aan en gebruik het pistool dan als luchtspuit. Met de kast dicht natuurlijk. Oh ja. Ja, precies, om even schoon te blazen. Nou, dat is wel slim inderdaad. Op de tweede comment bedoelt hij Pruisisch blauw voor tandwielen. Ik gebruik dat altijd in een differentieel, zie je, om het kroonwiel en het pignon op elkaar af te stellen. Met die verf kan je zien waar die draagt en waar eventueel hoge punten zitten. Komt die nog een keer? Hierdoor wordt het nou een toren genoemd. Dit is doorwaarde. Oh ja, dat is... Hij heeft een videolink erbij gezet. Hij heeft een heel verhaal gemaakt. Ja. Ik zal gelijk. Ik heb nou een topcomment. Ja. Ik wil alle antwoorden regelen. Ja. Ja, maar dit is inderdaad. Je kunt zelf op de link klikken overigens. En dan zie je een leopard met zo'n hele grote rioolbuis op de hatch geknutseld zitten. En dat heb je voor de T55 ook. Maar ik weet niet of dat bij de leopard zo is, maar bij de T55. Zat dat erop als eigenlijk bij training, zeg maar, als ze de doorwaarding gingen oefenen, want dan konden ze er in en eruit klimmen als het moest. Maar bij echte doorwaarding, zeg maar, dan zat er echt maar gewoon een buis ergens erop. Ik weet niet precies welk gat dat het was. Maar ergens zat er één lange buis aan en dat was het dan, zeg maar. Dus als het ding onder water klem kwam te zitten, dan kon je er ook niet uit. Dus ja. Het lijkt me een hele spannende operatie om met zo'n ding echt onder water te rijden. Onder water, hè? Dus niet zeg maar een doorwaarding dat die nog een stuk boven water stond. Nee, echt door 5 meter water of zo. Hè? Dan ligt een lange buis erop en ging heel het ding onder water. Dan moet je niet bang zijn. Nee. Ja. Dus mensen willen er hier een toren van maken. Dan moeten we een grote lamp opzetten en rood met wit maken. Laten we dat niet doen. Hé, maar weet je wat we wel zien? Dat is de toren. Ja. Ik heb dadelijk al een tank met een toren getekend destijds. Ja. Ja, de toren. Ik vind, ik ga het vanaf nu gewoon een koepel blijven noemen. Want ik vond het altijd al een koepel. En ik was even in de veronderstelling te officieel dat het een toren is. Maar ik vind het toch, blijkbaar zijn de meningen daarover verdeeld. En dan vind ik koepel toch het lekkerste klinken. Zo is het maar net. Hoppa. Ja, precies. En dan, now it is time for the English summary. Tomorrow we started working on the traversing gearbox. I cleaned off all the grease and I cleaned some separate parts which belongs to it. Nothing special there. Dirk was working on a storage rack for the threaded rods. Yeah. Almost finished. You painted it. Yeah. Ready for installation tomorrow. And then Van Riel arrived with the turret and of course all the parts. Yeah. Nothing special to tell about it. I think the video speaks for itself maybe. We were a little bit puzzling with the space because there is so much stuff which needs to find its place on the floor, of course. And therefore, we
put the ring, the turret ring on its side. So we had the place free over there. The idea is to assemble the hatches because those parts take a lot of space, and if they are assembled, then it's a small part and we can put it in the warehouse. Because we think it's a better idea to install those as last, because yeah, we have now large holes on the top of the turret, and we have more light inside when we are installing all the other parts. Okay, vergeet ik nog iets? Nee. Yeah, we were talking about the blue steel die. I was not sure what it was used for, but it is to search for pressure spots in a gearing assembly. So you paint one of the gears and then you turn them around, and the paint is pressed out where the pressure points are, and then you can adjust gear wheels like the introduction, the differential and the pinion gear, for example. Okay, that was about it. Yeah, tot morgen. Is it that? Ik zit te denken, vergeet ik nog iets? Nee, volgens mij niet. We put some stuff on the ground there. Dat zei je al. Nee, dat hebben we al gezegd. Ja, dat er geen ruimte was. Dat we gaan, ja, dat het een beetje, ja, dat hebben we gezegd. Een beetje puzzel is met de ruimte nu. Ja, nou, goed, oh. Maar deze kan al meteen naar buiten morgen. Die kan gelijk weg. Die andere ook. Dat scheelt veel. Die kan dan naar het magazijn. Deze moeten we even sorteren, denk ik. Dat we de onderdelen die groen worden, dat die in die bak gaan. We kunnen bijvoorbeeld alle onderdelen van de affuit bij elkaar leggen al. Hier liggen een heleboel onderdelen en die kunnen meteen naar het magazijn. Net als deze bijvoorbeeld, die beugels, die hebben we echt nog helemaal niet nodig. Want die gaan er ook niet op, die houden er los bij. Een van die koffers kan in het magazijn. Ken. Ja. Ja. A lot of parts can go directly to the warehouse. That's about it. Oké, mensen, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor het kijken op deze vlog. Tot de volgende.